En zaterdagavond direct weer naar huis gereden. Maar zondagochtend om 6:30 weer thuis. Ik zat om 8:00 weer op paard. Dat is helemaal geweldig. Alsof er niks gebeurd is. Nou, zoiets. Ik vind het wel lekker. Gewoon weer lekker aan het werken en weer het dagelijks ritme oppakken. En vrolijk verder. Adelinde Cornelissen. Zo heet de winnares van de wereldbekerfinale die in Leipzig werd verreden. Inmiddels is ze al gewoon weer terug thuis. En alsof er niets aan de hand is, staat ze gewoon alweer les te geven aan de mogelijke winnaars van diezelfde wereldbeker van morgen. En een tikkie actief, een beetje scherper maken. Kom. Als tweede van onder rijen, zeg maar, waren nog twee Duitsers na mij. En waaronder Isabel Wit. Nou, die is nooit verslagen voordat ze echt uiteindelijk gereden heeft. Want die knokt natuurlijk zo hard als ze kan. En pas toen die uiteindelijk gereden had, toen wist ik waar ik stond. En dan win je en dan? En dan win je. Voel je dan, ben je dan blij of valt er iets van je af? Of? Nee, ja, goed, eigenlijk was ik wel blij, maar ja, ik weet niet. Het is een beetje. Ik vind het winnen van wedstrijden leuk, maar ik vind eigenlijk nog een grotere kick eigenlijk als ik merk hoeveel Parzival verbeterd is en geleerd heeft. En ja, dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Super trots op hem. En het was natuurlijk niet zo makkelijk in het begin. En dan is het gewoon mooi als hij nu zich toch bewijst. En, ja. Heeft hij ook in de gaten dat hij iets bijzonders heeft gedaan? Nou, dat denk ik wel, want de prijsuitreiking vond hij niet zo leuk. Zo niet? Nee, nou goed, Parzival heeft eigenlijk altijd een beetje een hekel aan de prijsuitreiking. Tegenwoordig, in het begin vond ik überhaupt het publiek en mensen altijd al heel erg spannend. En dan kwam ik eigenlijk de ring binnen en als er applaus kwam, dan werd hij heel klein. En zo van, oh god, ik weet niet waar ik hier moet zijn. En de laatste tijd wordt eigenlijk steeds beter. Nu als hij applaus hoort, dan wordt hij juist groter, dan vindt hij mooi. Maar met prijsreiking, dan krijgt hij een dekentje op en een strik aan zijn kop. En dan heeft hij al zoiets van, oh god, dan wordt hij al zenuwachtig. En als hij dan in zijn eentje in de spotlight een rondje moet rennen, dan vindt hij dat dan nog niet zo leuk. Dan zoekt hij heel snel de uitgang op. En dan goed, oké, terug hier en dan nu lesgeven. En ja, dat klinkt zo gek, je wint toch iets moois. Daar moet je toch ook even van genieten. Even nagenieten, even een wijntje drinken, een feestje bouwen, vrienden uitnodigen. Nog helemaal niet geweest? Nee, nog helemaal niet geweest. Nee. Het is leuk en natuurlijk, ik rijd ervoor en ik wil ook graag winnen als ik er ben. En dan heb ik gewonnen en dan, ah, leuk, super. Op naar de volgende. Thank you. Ja.